Nou, we staan hier bij Harald in de zaak van Theo van Engelen. Dat is jouw vader? Ja, dat klopt. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik geef een workshop aan broodbakken aan deze groep mensen. En ja, je kan het een beetje vergelijken met een kinderfeestje voor volwassenen. En hoeveelste keer is het al dat je deze workshop geeft? Het is onze eerste keer. Ja. We zijn daar vandaag mee begonnen eigenlijk, om het zo te zeggen. We zijn in januari beginnen met het opzetten. En vandaag is het eigenlijk gestart zijn voor... Wie heeft er verzonnen? Ja, ik. Samen met mijn vriendin. Oké. En hoe is jouw naam? Tessa de Man. Ja. En hoe kwamen jullie hiertoe? Via mijn opleiding heb ik dit mogen organiseren. En hoe moet ik ze, ja. Nou ja, daar heb ik dit dus van A tot Z mogen organiseren met andere bakken voor stage. Mm-hmm. En zodoende vond ik het zo leuk dat ik tegen mijn vader en moeder zei van dit moeten wij gaan doen. Ja. En in Gelderland is dit dus nog niet, bestaat dit nog niet. Er is geen bakker die dit doet. De kookworkshops, dat loopt als een trein overal. Mm-hmm. Maar ja, dit is er eigenlijk nog niet. En ja, ik zie er een gat in de markt waar ik hoop het gat op kan vullen. Met een hoop enthousiaste mensen. Ja. Nou, dan ben je alle ochtenden al druk en dan ga je ook de avonden nog allemaal workshops geven. Ja, hoe hou je dat vol? Ja, nou, dat is dus een aangepast schema, om maar zo te zeggen. Daar houden we goed rekening mee en dat is geen probleem verder. Maar dat is niet wekelijks, denk ik, of wel? Nee, geven één keer in de maand is er een mogelijkheid om los in te schrijven. En dan kun je, in de winkel zijn folders en andere materialen verkrijgbaar. Daar hebben wij thema's aan gehangen. Ja. Dat is voor dit jaar helemaal bekend. En dan kunnen de mensen dus individueel of met 2 of 3 mensen inschrijven. En mochten mensen met meer, zoals deze avond, met meerdere mensen willen, dan is het liever apart. Dan zit je ook gescheiden, van, dan heb je geen vreemde mensen erbij. En dan kunnen we alles doen. Alles is eigenlijk mogelijk. Ja. En dat is geen probleem. En wat ga je allemaal maken vanavond? Nou, we hebben zojuist de kwarkbolletjes gemaakt. En die gaan over een paar minuten de oven in. En nu zijn we met een brioche deeg. Dat is heel zoet, een beetje cakeachtig. En daar gaan we nu gaan we een mooi broodje van maken met chocola. Heb je daar een lekker in de avond? Ja, nou dat bedoel ik. Ja? Ja. Hij mag goed aangedrukt worden in het midden hoor. Niet er doorheen, maar wel goed aangedrukt worden. Hoe sta je? Ik hou van rond. Ik maak er een hartje van. Oh, wat lief. Dus. Weet je, kom maar. Andersom. Afrollen. Hoe lang wil je hem hebben? Wat zou je eerlijk zeggen? Wat heb ik te doen? Sjaak Hoogveld. Ja. Hoe ben je hier toe gekomen? Je dacht, ik ga niet stappen, ik ga brood bakken. Nee, mevrouw die zei van, we gaan vanavond met de club hier iets aparts doen. En dat was in dit geval brood bakken. Oh, dus je wist van niks? Ik wist van niks. Oh. Maar ik ben blij dat ik nou hier sta, want dan weet ik wat mijn opa vroeger ook gedaan heeft. Is dat zo? Ja, die is vroeger ook bakker geweest. Oh, wel leuk. Ja, die, in Doornenburg. Oh ja? Ja. Kom je daar vandaan dan? Daar kom ik vandaan. Okay. En die had dus een molen. En die maalde dus ook zelf het meel. Ja. En hier krijgen ze natuurlijk alles aangeleverd, maar het is heel leuk om het nu te zien. En te doen met je handen. Ja. Wat normaal nu tegenwoordig grotendeels met de machines gebeurt. Dus, echt op de ouderwetse manier. Maar het is nog best moeilijk, hè? Het is intensief. Ja. Ja, het is werken met je handen. Ja, dus, brood of ja. Leuk. Maar zoals die workshops, ga je er dan nu natuurlijk samen nu met Harald verzorgen of niet? Is wel de bedoeling, ja. Het is gewoon iets wat ik ook leuk vind. En samen is toch makkelijker dan in je eentje. Ja. En heeft hij je daarvoor gevraagd of kwam je zelf enthousiast ermee? Nee, hij heeft me enthousiast gemaakt met de verhalen van zijn stage en Maar bevalt zoals de eerste avond nu? Het is wel heel moeilijk voor mij, want ik weet ook niet alles. Dus de vragen die moet ik heel vaak doorspelen naar Harald. Dus leren is heel menselijk. Ja. Dus, Maar ja, zoals met het kneden van het brood is nog een aardige techniek iets, hè? Ja. Gaat dat goed? Heeft hij er van tevoren met jou geoefend? Dat heb ik inderdaad flink zitten oefenen, want het is wel toch lastig. Je moet toch flink kracht zetten en het is vooral dat begin, dat hebben jullie niet gezien. Het ouderwets brood maken, een papje roeren en met brood slaan. En dat is wel echt zwaar. En wanneer heb je dat zo al geoefend? Vandaag, vorige week, een beetje tussendoor, af en toe als de tijd was. Dan, als de bakkers al naar huis waren. Nou, ik neem Erik. Ik Anja. Het staat er niet op, hè? Dat is de clue, hè? Dat is al lang blijven.
Ja, deze over 1, die over 2 weer. Hé, dat verder. Dit, hè? Ah, wat een liefde. Oh, kijk, die andere is groot geworden. Nou, wij hebben morgen.